Elke week gaat Epco op bezoek bij een professional in de watersport. Iemand die precies weet hoe je een boot tiptop in orde krijgt. En die je dus ook kan vertellen hoe je veel voorkomende problemen, zoals met de brandstofvoorziening of de ventilatie aan boord, kunt voorkomen of verhelpen. Ed Timmer van Jachtservice Breukelen is een echte bootjesveteraan. Hij heeft als wetensdealer alle denkbare bootproblemen al een keer meegemaakt en opgelost. En als ik wat wil weten, dan vraag ik het aan Ed. Hey Ed. Hey Epco. Wat ben je aan het doen? Ik ben hier elektrische afsluiters aan het monteren. Waarom dat? Ja, dat eist de verzekeraar. Dat zodra men het schip verlaat, dat in ieder geval de boel afgesloten kan worden. Dus vandaar dat we dat doen. Deze man is al een beetje op leeftijd. Ja. En die vindt dat gekruipt naar beneden steeds de motorkamer in vervelend worden. En die koopt, of die kiest voor een simpele oplossing in dit geval. En dat is, ik zal hem eens even bijpakken, want dan weet je waar ik het over heb. Dat is deze afsluiter. Oké, ziet er imposant uit. Maar waar wordt die dan geplaatst? Die plaatsen we op de doorvoer van de huid. Ja. En dan door middel van deze schakelaar hier, die we dan op het motorpaneel plaatsen, kunnen we ze open of dichtzetten. Oké, maar stel nu dat je geen stroom hebt. Hoe krijg je hem dan weer open of dicht? Nou, daar hebben ze over nagedacht. Dat is vrij simpel. Want hier kan je met een inbussleuteltje indrukken. En dan kan je hem zo afsluiten. Okay. Dan draai je hem als het ware gewoon handmatig dicht. Dus het is een elektrische en een handmatige afsluiter eigenlijk in één? In geval van calamiteiten. Ja, ja. Maar ja, dan moet je toch weer op je buik. Dan wel, ja. Nou, daar ben je professional voor. Ja. Hey, veel succes. Ja, dank je, Epco.